Goedemiddag dames en heren, we staan hier vandaag op het Oostplein in Rotterdam en we staan hier op de voormalige locatie van de marinierskazerne. Nou, dit was een plek, de marinierskazerne, waar duizenden mariniers hun opleiding hebben genoten in het verleden. En tot en met 1940 heeft u achter mij op de locatie van Megabike de marinierskazerne gestaan. Het pand zelf werd gebouwd in 1598 en diende in eerste instantie als een arsenaal voor de admiraliteit in Rotterdam. Het arsenaal had eigenlijk het doel om ook als opslag te dienen voor scheepsbeschermende benodigdheden, kanonnen, munitie. En pas in 1823 zou daadwerkelijk de marinierskazerne, of het arsenaal dienst doen als marinierskazerne. Nou, de eerste periode duurde van 1823 tot 1850 dat de mariniers hier gelegerd waren. Maar door bezuinigingen moesten zij helaas weer Rotterdam verlaten. Nou, er zou, wat dat betreft zou er weer verandering in komen in 1868. Waar had dat mee te maken? Dat had te maken met de Vletter-oproer. Jacob de Vletter, een Rotterdammer, een politiek activist, die maakte zich hard voor alle minder bedeelden in Rotterdam. Nou, die wist een hele schare achter zich te krijgen aan volgers en dat leidde tot verschillende confrontaties met de politie. Nou, op een bepaalde dag vleugde dat zo uit de bocht dat er een complete veldslag hier geleverd werd in het centrum van Rotterdam. Waar zelfs het leger gezet moest worden om orde weer terug te brengen. Nou, op besluit van koning III zei ze van nou, we willen gewoon dat de mariniers om de orde te handhaven terugkomen naar Rotterdam voor een permanente bezetting. En dat vond plaats in 1869. En vanaf die periode werd inderdaad weer actief gebruik gemaakt hier van de marinierskazerne. En in die periode daarna vormde dus steeds meer een sterkere band met de Rotterdammers. Maar waar kwam dat toe? Dat kwam ook door de activiteiten die er ontplooid werden in de marinierskazerne. Er was altijd sprake van een wacht. 24-7. Daarnaast waren er altijd de militaire tap toe, verschillende malen. Maar er werden ook allerlei muzikale marsen gehouden. Nou, daarmee kregen ook de mariniers eigenlijk, gauw de Rotterdammers, de mariniers, de bijnaam Hokkeslingers. Nou, voor het uitbreken van de oorlog piepte en kraakte het al heel de marinierskazerne in zijn voegen. Het was heel weinig ruimte en in totaal zaten hier zo'n 9 officieren gelegerd, zo'n 100 mariniers eerste klasse en zo'n 200 mariniers tweede en derde klasse. Nou, die mannen die waren in klassen opgedeeld, ook wel bakken genaamd, voor marinierstermen. En die sliepen hier op die lange zalen. Die zalen die dienden tevens als eetzaal, recreatiezaal en leslokaal. Nou, op de binnenplaats van die kazerne wassen ze allemaal hun plunjen. En in het weekend en in de vrije tijd was het natuurlijk de stad in en in hun uniform gingen hun passagieren. Met het kroegen aangedaan, op de bioscopen. En zo gingen ze in de vrije tijd ook nog eens een biertje drinken links en rechts. Ook wat minder bekend is dat die mannen ook nog periodiek gecontroleerd werden op geslachtsziektes. Want het gebeurde ook. Maar daarnaast moet je ook zien dat het begin van die opleiding vaak in het teken stond van de mariniers. In het kader van alle rangen en standen te weten komen, militair stafrecht, maar ook hoe die organisatie opgebouwd was van die mariniersbrigade. Nou, daarnaast werd er natuurlijk heel vaak stilgestaan ook met wapenles. Men marcheerde verschillende malen per week af naar het schuttersveld in Krooswijk. Daar kreeg men geweerles. Leerde men met handgranaten oefenen en ook hoe je om moest gaan met een gasmasker. Daarnaast werd de mariniers ook de trein richting Scheveningen en bij de Waalsoppervlakte kreeg men ook schietles en vond er ook velddienst plaats. Nou, dat was natuurlijk, verder was er ontzettend veel natuurlijk, stond in het teken van tucht en discipline tijdens die opleiding. En wat veel mensen niet weten, dat men natuurlijk na de opleiding ging men vaak naar de Oost of naar West-Indië. En wat minder bekend is, dat de mariniers ook verantwoordelijk waren voor het scheepsgeschut op de marineschepen. Dus die werden ook actief op de vloot, gingen mee om te zorgen voor dat soort faciliteiten. Nou, de marinierskazerne kwam ten einde op 12 mei 1940. Die werd samen met het Maasstation, station Delftse Poort en de marinierskazerne werden gebombardeerd. Na een paar dagen in de oorlog op 12 mei. En daarmee vatten een agendus een pand bij die marinierskazerne van de vlam. Nou, de marinierskazerne waren grote delen van hout, de vloer, houten dakspanten. Binnen no time stond ook de marinierskazerne in brand. Nou, volgespoten koel verlieten alle mariniers. Die verlieten de kazerne op een ordelijke wijze met hun wapens, met hun uitrustingen. En die vertrokken naar het marinedepot waar nog plek was op de Mecklenburglaan in de wijk Kralingen. In 1938 was er al sprake van een nieuwe marinierskazerne, omdat er gewoon domweg te weinig plek meer was hier op het Oostplein voor alle mariniers.
was. En men zocht een nieuwe marinierskazerne. Ze zochten een locatie waar zo'n 600 mariniers gehuisvest konden worden. Uiteindelijk viel ook door middel van de gemeente viel het oog op de wijk Kralingen, op de Esch. En daar werden inderdaad, zou er een aanbesteding de markt voor in worden gezet, zodat aannemers konden reageren. Die zeiden van nou, wij willen mee om een eventueel nieuwe mariniersskazerne uit de grond te stoppen. Nou, inmiddels was natuurlijk al de mobilisatieperiode gekomen. Daarmee waren er allerlei prijsstijgingen van materialen. En heel veel aannemers die zeiden van nou weet je, dit vliegt dadelijk zo uit de bocht met de materialen en de prijzen. Wij durven dit gewoon niet aan. Totdat één partij zei van nou, wij durven het wel aan. En uiteindelijk zijn ze begonnen met de bouw van de marinierskazerne op Poepot in de wijk Esch in 1940. Nou, de Duitse bezetter op een gegeven moment die haalde het onderuit en die stopte de bouw, de verdere bouw daarvan. Dus in 1946 zou dat werkelijk de marinierskazerne opgeleverd. En dat was ten tijde van de 282e verjaardag van het Korps Mariniers. En de mariniers zijn op dit moment tot heden nog steeds gevestigd deel van de opleiding op de Poepot.